Het is weer tijd voor New School Rules. Zij geven jong talent de kans om auditie te doen voor een vakjury. Ik ben wel benieuwd hoe het voelt om auditie te doen voor een vakjury. Wat is New School Rules precies? New School Rules is een driedaagse hip-hop en R&B muziekconferentie en festival. Dus aan de ene kant hebben we het heel erg over hoe word je een ster, hoe ga je het maken, wat moet je vooral niet doen, wat moet je vooral wel doen. You can reach me by railway, you can reach me by trailway. Should I start? Yeah. Okay. It would have been nice to hear you sing without something in your mouth. Okay, ik had dus nog mijn kauwgom in. En dan s'avonds, ja, gewoon natuurlijk muziek maken. Want uiteindelijk hoort een muziekconferentie over muziek te gaan. En ik ben daar echt de voorstander van. Waarom ben je hier? Ik ben hier omdat ik ben zanger. En ik ben hier met mijn band, All Vibes. We komen hier een scheduled audition doen. Ben je goed voorbereid? Zeker, ja. Wat heb je gedaan om je voor te bereiden? Gewoon repeteren. We treden al een tijdje op. We kennen elkaar gewoon wel zo goed dat we weten van oké, we gaan die kant op of we gaan die kant op. Ik hoef de band alleen maar aan te kijken en ze weten van oké, we gaan stoppen, we gaan door, whatever. En hoe ging het? Ja, het ging supergoed. Ze waren positief. Ik had het gevoel dat ze meer wilden zien. Maar ja, ik wil 6 minuten laten zien. Kijk, het is een twijfelgeval. Kom ik met alleen maar bangers of bouw ik het op voor ze? Maar hoe bouw je iets op in 6 minuten? Zijn er ook echt grote namen uit voortgekomen? Ja, absoluut. We hebben in 2013 hadden we een groep uit Noorwegen en die heette Envy. En uiteindelijk zijn ze dus Nico en Vince geworden en hebben ze met de smash hit Am I Wrong echt in 70 landen op nummer 1 gestaan. Heb jij tips voor de jonge Rotterdamse artiesten? Ja, heel veel sessies doen, heel veel met elkaar werken. Je leert van elkaar. Duik de studio in, blijf niet in je eentje achter je laptop thuis zitten. Want je leert gewoon zoveel van elkaar met anderen werken. En je eigen ideeën laten filteren door iemand anders. De beste hits worden door meer mensen geschreven. Dus ga met mensen samenwerken. Het begint bij heel hard werken. Want ik zie op jaarbasis 3000 talenten of zo. En er zijn heel veel mensen die goed kunnen zingen. Goed zingen, dat is echt cool. Maar als jij goed zingt, maar je hebt niet een bepaalde drive, of je hebt niet een bepaalde discipline, of je hebt niet een bepaalde likability, ja, dan ga je echt precies nergens heen. New School Rules 2018.